Oh, het krijgt van het varken. Nou, de andere ingreep die werd misschien wat minder uitgebreid genoemd. Vetblind wordt het wel genoemd. Hè? Waarom zou je dat willen opereren? Varken ruikt toch heel goed en hoort toch heel goed? Moet hij dan ook zien? Ik stel de vraag maar. Moeten wij kunnen ruiken? Alle mensen met COVID die weten hoe het is om zonder reuk te zijn, geloof ik. Dus ik heb het zelf niet gehad, dus ik kan het niet beoordelen. Maar ja, nee, varken kan ze op zich redelijk redden. Maar natuurlijk voor het welzijn zou het beter zijn. En zeker als hij ergens in huis woont, is je varken van 150, 200 kilo naar huis oplopen en loopt overal tegenaan. Ja, de varken zal de worst even in die stoel omduwen. Maar ja, voor die eigenaar zal het wel, is wel zoveel als die salontafel weer omgaat. Hè? Nou, ik chargeer een beetje. Maar nee, vanuit Delsen is het mooiste als een varken kan zien. En goed, de oorzaak primair is dat. Waarom is de varken eigenlijk. Groeien die ogen zo? Zitten die ogen zo diep? Jij zegt echt niet. Beetje actie erin, anders dan gaat iedereen slapen. Dat is niet de bedoeling. Misschien als ze vechten dat ze anders die ogen raken. Dat? Als ze vechten dat ze anders misschien dat die slag van de ogen raken. Ja, heel goed. Varkens hebben diepliggende ogen. Met vechten, maar ook als ze s'nachts door het bos rennen. Heb je ogen op steeltjes. Ja, dat lijkt me niet handig. Hè? Dat is dan ren je de ogen eraf. Dus ja, een varken is in principe een dier wat in de schemer donker goed kan rennen. Het is een vluchtdier. Dus als je er achterna gezeten wordt, die wolf die ook weer opkomt, hè, dan moet hij wel weg kunnen rennen. En ook die kleine biggetjes zijn natuurlijk hapklare brokken voor, ook voor andere dieren. Een hangbuikzwijn. Hè, stel je even voor hoe een hangbuikzwijn eruit ziet. Hè. Heeft hij een lange snuit of een korte snuit? Ja, langer. Ja, maar goed, vergeleken bij een landvarken. De gewone opeetvarkens, die kennen jullie misschien wel. Je hebt natuurlijk een lange... Heb je hier geen mooi plaatje van de rachthild op? Oh, dat is allemaal nee. Ja. Goed. Nou, een wild zwijn heeft een hele lange neus. Ja, dan kan hij, waarom zou je een lange neus hebben? Kan hij mee vroeten? En wat moet hij ook nog doen? Hij moet heel goed kunnen ruiken. Hij moet die vruchten kunnen vinden, toch? He? Maar ook beestjes in de grond en alles. Wortels. Die neus is voor hem heel belangrijk om zijn eten te vinden. Het is een lange neus. Nou, die hangbakzwijnen, dat zijn pot-bellied pigs heet het in het Engels. Zijn in elkaar gedrongen varkens. En die ogen zijn ook, zitten heel dicht bij de, heel diep, er zitten heel veel plooien in. Ja? Nou, dus daarom dat het varken, dat die ogen wel eens heel slecht te zien zijn. Handig bij het rennen door struiken in het donker. Nou, hangbak zijn extra plooien. Een varken slaat veel vet op. Nou, de meeste varkens die we hebben, die zijn natuurlijk oorspronkelijk, hebben voorgangers, voorouders, misschien beter woordenspoort, voorouders, die uit de... Ja, uit de vleesindustrie komen. Ja, en een vetvarken was vroeger een varken wat geld opleverde. Hè? Boer van over vette varkens betekent dat ze geslacht kunnen worden. Dus die varkens slaan veel vet, dat is genetisch zo bepaald. Maar de oogleden krullen dus naar binnen en er komt dus vet voor de ogen. Ze hebben diepliggende ogen. En rachtbeeld maakt die ogen heel netjes schoon. Met een beetje lauw water. Als ik dieren verdoof, zeg ik altijd, haal even een bakje met lauw water. Wat van die wattenstaafjes of make-up remover pads. Maak de ogen even netjes schoon, maak de oren netjes schoon. Dan komt de varken weer netjes uit zijn narcose. He? Ja. Nou, dan gaan ze even laten zien. Maar vertel er even wat bij, anders dan was het een kort filmpje. Theo moet al korte filmpjes van mij maken. Dus dan, nou, ik krijg algehele verdovingen. Doe ik vaak nog lokale verdoving erbij, lidocaïne. Dan halen we reepjes huid. Dat is een entropion-operatie bij een hond gezien. Bij mensen kun je die filmpjes kun je ook heel mooi zien. Dat ze de ogen optrekken. Mensen die diep liggende ogen hebben. Dat, als je wat ouder bent, voor dames boven de 40, 50, 60, 70. Ik weet niet wanneer het begint. Die laten dat vaak een beetje optrekken. En in China is het helemaal een mode-operatie. Dan kun je zo'n foutje krijgen. Dat hebben dus de Aziaten uit zichzelf vaak niet zo. Maar dat foutje erin, dat is wat westers. Dus dat telt extra mee in de score. En dan, goed, maar ik haal dus reepjes onder en boven het oog weg. Soms in twee lagen, een eerste verdieping en een tweede verdieping. En die oogwimpers die zijn vaak heel erg diep. Die moet ik helemaal zo naar boven halen. Nou. En dan wordt het gehecht met heel dun draad. Er zit niet veel spanning op, je hoeft niet hard te trekken. Het moet gewoon tegen elkaar aan liggen. Het gaat toch zwellen na afloop. Dus het moet tegen elkaar aan liggen en dan gaat het goed. Dan hebben we pijnstillende antibiotica. En soms komt het terug.
Ja, als de varken niet echt mager gehouden wordt, dan soms zakken die ogen weer terug. Ouderdom kan een rol spelen en dan moet je weer opereren. Kijk even naar de klok, kan al net. Nou, afvallen, hè, dat is, ik heb hier dik, eigenlijk moet die bovenaan staan. Beginnen met afvallen, afvallen, afvallen en dan doorgaan met afvallen, afvallen, afvallen. En dan weer doorgaan met afvallen, afvallen, afvallen. Komt dat door het narcosegevaar? Nee, maar als je niet afvalt, dan die ogen, dan komt weer vet voor te zitten. Als je vetrollen weghaalt en blijft doorrijden, dan krijg je morgen weer vetrollen. En waarom dan voor de operatie? Omdat het gewoon zo laag... Ja, wel, als het heel erg is, dan komen we er niet eens bij. Dan krijg je die ogen niet eens in zicht. Soms moet je echt drie lagen. Hè? Dus echt, hallo, hallo, zit er nog een oog? Overdrijf je echt niet. Dit is een vark... Zit. Ik heb erachter deze allemaal mijn naam. Dus hier wonen mensen thuis. Hè? Deze liep dus altijd... mensen waren enorm gespannen, dat is meestal zo. Hij is onder narcose. Ik heb een mobiele gasnarcose unit met isofluraan, zuurstofgenerator. Ik heb een hele operatie. Nou, hier wordt even lokaal verdoofd. Ik had iets dunner naaldje kunnen pakken, zie ik nu. Nou ja, op de camera zie je altijd meer als je terugkijkt. Dus hier wordt hij even verdoofd. Dan wordt hij geschoren. Probeer het nog een beetje netjes te houden. Ja, nou. Eigenlijk zou je eerst moeten verdunnen. Als ik terugkijk, zijn alle dingen die beter kunnen. Dat is net als met... wordt even geschoren. Dit is dan zo'n... dan zie je een beetje hoe het oog... Nou ja, goed. Je krijgt een kapje op, zuurstof erbij. Altijd een beetje improviseren op locatie. Hè? Een doosje wat je onderweg nog vindt, wat je kunt gebruiken. Dit is de steriele operatiekamer. Dit zag er aardig netjes uit. Je malte dochter. Ja, nou. Nee, die staan zo om de hoek te kijken. Dat, ja. Hij woont overigens niet meer hier. Hij is verhuisd naar een locatie waar hij buiten kan wonen met zijn broer. Oh, oké. Okay. Kijk, dat is weer een update die ik niet weet. Hij is 2,5 jaar geleden geopereerd, denk ik, Theo, zo. Nou, hier gaat even, voor de dokters even wordt het nu spannend, hè. Hij is geschoren, hij is lokaal ontsmet, et cetera. Hier wordt het reepje huid, wordt nu gesneden, ja. Haal je alle lage huid weg? Dit is een... ik moet het beeld... Oog, kijk, daar zie je de wimpers komen. Ik denk, nou, er kan wel iets af. Want hij gaat straks dan nog... recht knippen. Het lijkt of zeker als je zo vergroot. Zie je dat ik niet echt recht knip, hè? Er zit toch een beetje hoekjes in. Maar ja, dat is dan... Dit zijn de reepjes die eruit gehaald zijn. En dan, als ik deze aan elkaar maak, neem ik een beetje de maat. Soms besluit ik van, nou, dat is toch te weinig, dan doe ik er weer bij. Je kunt het niet meer aanplakken, hè? Dus dat is eventjes... dit raad het ook dunner gekund, zie ik nu, nou ik het zo vergroot zie. Ja, dus, nee. Nou, dit is een hele snelle methode, is dit. Dus dat wordt... Onderuit zegt Peter? Nee, dit zijn gewoon knoopjes die aan de buitenkant zitten. Okay. Dat is lastig om dat te doen, dus dit gaat makkelijker en hij kan toch, hij heeft geen handjes om te krabben. Dus. Nou, je haalt een stuk, ik heb hier geen bord, maar dat, als je gewoon een snee maakt, je maakt er aan elkaar, heb je dezelfde lengte. Maar dit is een stuk dus uitgehaald, dus het koepnaden, zeg maar, voor de mensen die wel eens, voor de dames die wel eens kleding gemaakt hebben, dan kom je ook niet goed uit, hè? Een stuk is langer dan. Precies, jij begrijpt het, ja. Er moet een bochtje om. Ja. Binnen- en buitenbaan van schaatsen, dat is het kader van de Olympische Spelen. Bij shorttrack doen ze geen binnen- en buitenbaan, hè? Dat is anders. Er moet naar verhouding veel knoopjes op en het kost naar verhouding veel tijd. Maar goed, het ooglid is nu te zien. Dat is, vind ik, heel mooi. Dat is de bovenkant, doen we de onderkant ook met het filmpje, Theo? Ik weet het niet. Nee, nou ja.
Dit is ongeveer een kort stukje, maar het is, soms moet er boven nog meer gedaan worden. Ja? Waarom vind je dat er een dunnere draad gebruikt had kunnen worden? Omdat het gewoon heel stuk waar die moeilijk uitwerkt houden. Ja, maar er staat heel weinig kracht op. En ik, als ik dan, dit is even naar afloop, sorry. Dit is dan ondergedaan hè, en boven. Dus ongeveer 10 tot 14 dagen ben je geweest, hè? 14 dagen later. 14 dagen later. Dus, nou, dus oogopslag heel diep, hè? Dan moest je echt zo, hallo, is er iemand? Nou, was die wel een beetje afgevallen, geef ik toe. Want als mensen, ja, het gaat toch om een bedrag van bijna 1000 euro, niet helemaal. Deze operatie met narcose voorbereiding, twee mensen aan het werk. Dus dan ben ik wel gemotiveerd om ook nog zelf iets te doen. Hè? Dat is, dus het oog is hier wel, hij kon weer zien en jij weet nu hoe het gaat, Rachel, met hem. Ja, het gaat echt heel goed, want hij was ook de hangorderbepaling met zijn bevolking prima. Dat was echt heel fijn dat hij weer kon zien. Nieuw terrein was geen belemmerende factor. Als hij blind was geweest, zoals voorheen, dan had hij gewoon nooit zo makkelijk gekoppeld kunnen worden aan zijn broer en op een nieuw terrein worden gezet. Omdat hij dan eerst tijd nodig heeft om te verkennen hoe dat terrein eruit ziet. En nu, omdat hij kon zien, ging dat dus echt veel soepeler. Ja. Ja. Voor hem echt een verbetering. Ja, ja, dankjewel. Je vraag, ja. Sorry. Ja, die ogen liggen dus wel diep, maar is er nou wel een risico dat je in het oog kan snijden bij het weghalen van de huid? Of is dat een nihil risico? Nou, het is een heel moeilijk om in een oog te snijden. Natuurlijk, alles kan. Maar ook als het oog is, naar verhouding zo, ja, met een heel scherp mesje kun je altijd het oog snijden. Dat doen ze met operaties ook. Maar dan hebben ze echt extreem scherpe mesjes om door de hondvlies heen te komen. Maar je moet daar niet met je mes tegenaan gaan. U snijdt er omheen, dus daar zit wel redelijke afstand tussen. Nee. Dus ik zie het zelf niet als een risico, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar als ik daar zou liggen en de chirurg zou het mij, zou ik ook bezorgd zijn. Maar ik lig daar niet, dat is het grote voordeel. Dus het varken is verdoofd, dus die protesteert niet. Dus dat is, je moet voorzichtig zijn, maar het is geen groot risico. Nee, er zijn veel moeilijkere operaties dan deze, in de zin van dat je verkeerde materialen aansnijdt. Ja. Op een gegeven moment, hij blijft dus afvallen, dus op een gegeven moment is hij wel weer op het goede gewicht. Is het dan niet dat die ogen juist dan te erg openstaan, of is dat niet echt een probleem? Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Dus bij honden kan het wel gebeuren dat je te veel weghaalt, maar die honden hebben natuurlijk ook al veel verder naar buiten staan. En bijvoorbeeld van die Ierse setters die ook van die binnengekrulde ogen hebben, Berner setters, wat heb je allemaal voor beesten met verkeerde ogen. Hè? Dus dan gebeurt het wel eens, maar bij varkens heb ik het nog niet meegemaakt. Kort na de operatie kan hij wel een beetje openstaan. Ja, dat is, maar dan het lichaam moet zich een beetje aanpassen. Moet hij een beetje gaan uithangen. Dus, kan er niet een rotspot als afvallen aan huid weer overblijven? Als er dan zo'n vet geweest zijn, dan is het vooral. Ja, onder de buik. Oh, niet bij de ogen? Nee, je hebt geen ervaring mee, laat ik het zo zeggen. Maar Rachel misschien ziet meer ervaring. Wat ik zie is als ze extreem vet zijn geweest en met name heel veel rollen vet op de kop hebben. Als ze dan afvallen, dan blijft er hier een soort afdakje van kraakbenen over. Dus het lijkt alsof het lichaam uit voorzorg om te voorkomen dat vet echt naar beneden gaat flappen. Dat hieronder kraakbeen wordt gevormd. En dan kun je dus wel zien dat als ze afvallen, dat nog steeds... Ja, zo'n ingezakte huid, ja. Kom nog even over de overtollige vetplooi terug, maar jou... Is het varken zich van bewust dat er hier wat is weggehaald? Het rondom de ogen? Vind ik moeilijk te zeggen. Hij kan weer zien, denk ik, dat wel bewust is. En de eerste dagen heeft het natuurlijk wel een beetje zwelling en pijn. Het is niet zo dat het een feestje is voor het vark, hè. Ik bedoel, dat is in elke operatie, vraag maar zijn mensen die goed geopereerd is. Mensen hebben ervaring, maar... Het is natuurlijk toch, ik ben toch behoorlijk aan het slopen, het trekt aan elkaar, je regent aan elkaar. Dus dat varken zijn vaak in de eerste dagen wel, ze krijgen pijnstiller, et cetera, soms 10 tot 14 dagen. Maar zijn varken als je geen pijnstiller geeft, eten ze niks meer. Dus dat betekent dat ze echt wel pijn hebben, want als je een varken niet eet, is hij echt beroerd. Dus hoe hou je de hechtingen er weer uit? Kan je ze varken benaderen om de hechtingen er weer uit te halen? In principe zijn het oplosbare hechtingen, meestal hoeft dat er niet uit, maar sommige varkens laten het wel toe. Dat deze lieden heb ik wel geprobeerd er wat uit te halen, maar ik doe ze niet onder narcose voor de hecht. Dan moeten ze maar uitgesteld oplossen. Het duurt maar 4 of 6 weken of wat langer. Wat maakt de narcose zo gevaarlijk voor de varkens? Goeie vraag. In de plaats varkens zijn heel vet. Heb je anesthesiologie gehad of niet? Nog niet, nee. Hersenen zijn vet en vet is vet. Ja? Het moet naar de hersenen toe.
Hersenen zijn vrij vet, hè? Dus mensen die vroeger bij de slager kon je vroeger hersenen kopen. Dat kan tegenwoordig niet meer, daar worden wat vleeswaren in, maar vroeger kon je dat kopen. En dan wist je dat hersenen vet waren. Ook zeker als je ze bakte. Van de rund hebben we dat even, ook niet van de mens, maar dat is weer een andere tak van sport. Maar goed, hersenen zijn vrij vet, dus eerst moet je als het ware vet opvullen in het lichaam, voor het naar de hersenen gaat. Maar als je moet bijkomen, moet het de andere kant op. Kijk eerst uit, een beetje uit het vet en daarna uit je lichaam en daarna uit de hersenen. Nou, dat is een lang proces. Daarnaast heb je bij varkens geen oppervlakkige bloedvaten. Een hond of een kat geef je intraveneus even een prikje. Mensen ook, doen ze even hup, of een kapje op de neus. Hond kun je, nou ja, een beetje pakken, zeg je hup, kapje op de neus, slapen. Hè? Maar een varken, zeker varken van 100 kilo, nou, die schop je helemaal bont en blauw, want dat is niet narcose. Ze kunnen heel goed ruiken, dus dat gas hebben ze lang geroken, voordat jij überhaupt het kapje in de buurt van de neus hebt. Je moet eerst slapen, voor je het gas kunt doen. Intraveneus spuiten is al heel moeilijk. In de spier spuiten, intramusculair, hè, dat is goed door bloed, is bij een varken ook bijna onmogelijk. De beste plek om te spuiten is in de nek. Daar zag je mij ook doen. Want bij onszelf ook, je nek beweegt veel, daar is je huid dun. Ja? Een soepel nekje, dat betekent dun huidje. Ja? Dus dat bij een varken ook zo, achter zijn oor kun je hem goed spuiten. Maar er zit veel vet. Dus je weet niet of je de spier spuit of in het vet. Zo'n gezorgdje is heel moeizaam. Dan moet je het vet opvullen, daarna ga je de hersenen opvullen en daarna moet je weer de weg terug. Nou, en als je, wat wij heel vaak, nou, dat heb ik niet van mezelf hoor, maar mijn collega Mark Hooyer, wij verdoven veel met de blaaspijp en verdovingsgeweer. En met verdovingsgeweer kun je wel een beetje knal in zijn bilspier schieten. Maar bij een commercieel varken wil je het niet, want de hammen zijn het duurste, maar die hobbyvarken wordt dan niet opgegeten. Dus nou ja, een blauwe bil is niet zo erg dan. Maar als hij dan goed verdooft, redelijk verdooft ze niet helemaal goed weg, neemt hij een beetje ketamine met een heel dun naaldje en dan spuit hij lekker in de bil, in de spier, een beetje ketamine bij. En ketamine werkt relatief snel, maar prikt enorm. Een hond, als een kat die ketamine spuit, een kat zeker, als je let niet op, dan grijpt hij in één keer in je hand, arm, gezicht waar je pakken kan. Ja, dat is zo pijnlijk. Dus ervaring is lastig te verdoven. Het is moeilijk intramusculair te spuiten, intraveneus spuiten gaat niet, de gasnarcose gaat niet, zonder narcose. En ze zijn hartstikke, hartstikke vet, zeker die barre vette varkens. Nou ja, dat is een risico. Goed, eierstokken verwijderen bij het zeugje. Nou, je kent het proces ondertussen al, hè? Dus waarom willen we dat doen? Wat beert je natuurlijk aan dingen hetzelfde, hè? Geen jongen meer krijgen. Ja? En het tweede was? Het ontsnappen, ja, en de berigheid voorkomen. Die berigheid is wel, zeker varkens in huis, dan is geen feestje met de berenvarken. Die mensen worden dag en nacht wakker gemaakt, et cetera, dus dat valt niet altijd mee. Dus, nou. Ja, waarom willen mensen niet fokken met, ik ken wel mensen die wel fokken met varkens, want die moeten er ook komen, maar moeten, die zijn er ook. Maar onderschat niet, fokken met een hond is niet eenvoudig, maar fokken met een varken is helemaal niet simpel. Op een stal is te koud, dan moet je als een bio-industrie verwarmd varken maken met vloerverwarming, et cetera. Ja, dat zijn luxe omstandigheden. Binnen de beperkte ruimte hebben en geen uitzicht hebben, wordt er wel goed voor ze gezorgd. En ja, binnen is het helemaal ramp, dus dat gaan we niet doen. Even de voorbereidingen. Ik zie weer een typfoutje, was toch wel laat gisteravond. Nou, je moet er nuchter zijn. Varken braakt niet zo gauw. Een hond of een kat braakt heel snel, maar varken braakt niet zo gauw. Kan wel braken, maar doet niet zo gauw. Maar anders is de buik te vol. Als je de buik moet zijn, een varken. Ja, heb je anatomie varkenmiddel wel gehad, hoop ik, hè? Tweede jaar, topografische anatomie, of doe er geen varken meer tegenwoordig. Ik heb het jarenlang zelf gegeven, dus. Het gaat nu heel anders. Gaat heel anders, nou. Maar goed, geen varken meer, geen... Een varken heeft een dikke darm, dat weet je nog wel, denk ik dan. En een blinde darm, ja? Oké. Okay. Dikke darm, blinde darm, wat zit daarin? Eten, poep, wat verteerd moet worden, ja? Nou, dus een hond of een kat, als je even laat vasten, 12 of 24 uur, die darmen leeg. Ik zelf maar eens 24 uur niet, ben een heel eind onderweg, ja? Hoe groot is onze blinde darm? Die doet een gokje, zoiets? Maatje pink, ja? En van een varken? Ongeveer zo groot, ja? Afhankelijk van de maat van het varken natuurlijk, oké. Okay. Nou, dus algehele narcose, zoals heb ik eerder gezegd, solatiel stressnil alpha 2 agonist, oxytocine, gasnarcose isofluraan, gesneden in de mediaanlijn, dus het midden is dat. Nou, en varken heeft typisch heel veel vocht in de buik.
hond of een kat heeft nauwelijks vocht in de buik, maar een vark heeft heel veel vocht in de buik. En dat, als je dat niet weet, dan schrik je helemaal wezenloos. Je snijdt die buik open en bloep, komt er zo'n paar kopjes vocht uit. Ja? Niet altijd, dus het hangt een beetje van het, vanaf. Ja? Nou, dit is niet de allerscherpste opname, zie ik al. Nou, hier wordt het varkens verdoofd. Ligt in zo'n mooi echo-kussentje. Gasnarcose krijgt hij isofluraan en zuurstof. Voordat hij zuurstof geeft, normaal gesproken bevat lucht 20% zuurstof. En nu krijgt hij zeg maar 96% zuurstof binnen. Een mooi klein varkentje. Hoe oud zijn ze? Zowel eigenlijk als buurtjes als je ze het beste kunt vaststellen? Deze denk ik een maand of 8, 9. Ik ben van een beetje jong opereren, want dan zijn ze en kleiner. Minder spekkig vooral. Je hebt minder narcose nodig en je hoeft minder te graven. Ik heb een keer varken van 200 kilo gedaan, dat was hallo, is daar iemand? Dus dat is, en die werd, dat lag ook een beetje aan mij, maar die kwam ze ook nog bij half weg, de operatie. Nou, dat is dan 200 kilo heel veel. Hier zijn we op zoek naar de baarmoeder, dit is de eierstok. Dat geslingerde ding is de baarmoeder en dat kleine dingetje, misschien is de, moet ik nog eens een keer een betere opname maken, Theo, zie ik. Deze heb ik ook niet gemaakt. Nee, dat is deze met de eigenares, ik geef vaak de eigenares mijn telefoon, zeg maak maar een filmpje. En dan krijg je andere van wisselende kwaliteit. Nou, hier zie je een beetje de stomp weer. En controle op de bloeding, dat is heel belangrijk. Als je nabloeding krijgt, dan moet je weer terug, moet je weer openmaken. Dus dat kost heel veel tijd en moeite. Ja. Dus deze wordt daarna in 3 lagen dichtgemaakt. Voor de mensen die wel eens een sterilisatie van een hond of een kat hebben gezien. Die heb je het eierstok en heb je een bloed die hangt in een soort bandje en dat bind je voor de eierstok en na de eierstok komt een draadje en dan knip je dat af. Maar bij een varken pak je het eierstok zo omhoog en dan gaat om het geheel, als een soort parapluutje zeg ik dan maar, of een parachute, gaat dat draadje, 1 draadje omheen en dat knip je dan af. Dus een andere techniek, staat nergens beschreven, maar dat is de methode Peter Klaver zeg ik altijd maar. Dus zo doe ik het. En dat werkt. Ik had schat dat dierenarts het anders wilde doen, ging altijd mis. Dus ik heb geleerd daar niet meer naar te luisteren. Nou. Nazorg. Deze wordt dus wel intracutaan gehecht. Die snee in die buik, die kun je... Ja, daar is verder, dat is verder 1 rechte snee. Dat kun je mooi netjes intracutaan hechten. Belangrijk is vooral na operatie is warm houden. Dus niet in de zomer als het 30 graden is. Maar in deze tijd van het jaar is het altijd risicovol om dieren in een niet verwarrende omgeving laten bijkomen. Ja? Dan moet er of een deken omheen, of een elektrische deken, of een... Tegenwoordig laat ik heel vaak mensen colaflessen met lauw warm water tegen je wang houden, dan moet het goed warm zijn, dan gaat de goede kant op. Als je nog warmer doet, dan moet je even een sok omheen doen, dan kun je hem tegenaan leggen. Dus dat is wel belangrijk. Ik zie heel zelden, eigenlijk nooit infecties, maar daar geef ik wel altijd antibiotica. Ja. Nou, als het te warm is, ook weer niet goed. Nee, want varkens raken niet zo heel makkelijk, zijn vrij vet. Dus 30 graden is een no-go area. Bij varkens is het risico op nabloedingen behoorlijk wat groot. En dan moet je weer te voorkomen. Ja? Nou. Dit was een beetje filosofisch van wat is wel of niet leuk aan. Maar als je houdt van improviseren en opereren op locatie, is dit een leuke activiteit. Je moet wel van autorijden houden, laat ik het maar zo zeggen. Nou, soms gaan er wel studenten met me mee. Als je het leuk vindt, dan moet je maar even op de website, kun je mijn mailadres vinden, dan kun je daar altijd een mailtje heen sturen. En soms maken we ook een leuk filmpje en dan sta je, heb je iets voor wat je later nog altijd kunt terugkijken. Dus, nou, dan wou ik even vragen nog even stellen, voor de, even terug. Ja, nou, dan als er nog vragen zijn. Oh, nou doet hij niet, ja. Algemene zin. Ik heb een beetje afgeraf het laatste stukje, maar gezien de tijd wil ik het niet te laat maken. Bij varkens en de varkensindustrie zien we best wel vaak dat ze buikherningen hebben. Komt het bij een combivarkens ook wel regelmatig voor? Ja, die zie ik zelden. Ik denk de meeste fokkers afscheid nemen van zo'n varken. Varken een biggetje voordat wij hem zien. Maar ja, en je kunt wel eens als je een operatie doet hè, en het gaat niet helemaal goed. Sterilisatie kun je ook een buikhernia krijgen. Dat is door de dierenarts veroorzaakte buikhernia. Maar ik zie het zelden. Ja,
Ik heb nog wel een vraag. Omdat varkens veel rare dingen eten, moet je dan ook niet heel veel opereren vanwege corpora aliena? Nee, zie ik eigenlijk nooit. Nee. Dat verbaast mij ook steeds. Nee, nou ja. Ze eten, zijn alles eten, heb je gelijk, maar ik, misschien komen ze niet bij mij, je moet het toch weten, hè. Kijk, honden of katten, ja, vooral de labradors en zo, die eten vaak sokken en zo, die lopen vast, maar bij varkens zien we het eigenlijk nooit. Nog een totaal andere vraag. Zie je wel eens problemen met de zand in de darmen? Incidenteel, niet vaak. Komt voor, ja, dus... Soms zie je dat varkensbeest plotseling, dan wil hij eigenlijk heel goed voor zijn dier zijn. Dan doe je opeens een hele hoop zand in de bak. En dan laat hij het varken de hele dag erin rondlopen. Ja, dat is vragen om moeilijkheden. Dus dat is komt voor, maar ja, je moet een beetje met verstand dat soort dingen doen. Alleen heel vaak mensen flikkeren wat in de bakken, rennen en gaan naar een werk toe, komen s'avonds thuis. En dan ja, dat is natuurlijk niet dieren houden. Als je dat doet, doe je dat in het weekend als je het toezicht hebt, zeg ik dan. Maar niet als je er zelf de hele dag niet bent. Goed. Bedankt, zowel Peter als Ragnhilde. Ik denk dat iedereen heel veel heeft geleerd en het ook vooral wat praktische tips heeft meegekregen. Wij hebben nog wat kleins voor jullie meegenomen. Marine zal het even pakken. dat is een kleinigheid hoor. Maar in ieder geval heel erg bedankt. En ja, ik vond het heel erg leuk. Nou, dankjewel. Ik vond het ook leuk. Dankjewel. One Health. Nou, dat is...